Op 23 mei 1913 was het dan zover. De eerste ronde van Vlaanderen, van Gent naar Mariakerke, over een afstand van 370 kilometer. Er kwamen 37 renners aan de start. Winnaar werd Paul de Mand. Op zijn erelijst staan ook Bordeaux-Parijs, Parijs-Roubaix en Parijs-Tour. Een jaar later ging de zegen naar Marcel Buysse. Hij was de oudste van de beroemde Buysse-dynastie, met als bekendste zijn broer Lucien die in 26 de Tour won. Marcel Buysse mocht eigenlijk niet starten van zijn Franse werkgever. Maar hij had zijn woord gegeven aan de organisatoren en dus was hij er. De vierde naam op de erelijst is die van Jules van Hevel. Van Hevel won ook Parijs-Roubaix, de Ronde van België en twee keer het nationaal kampioenschap. In 1921 hield René Vermandel van Hevel van een tweede opeenvolgende zege. Vermandel haalde het met een half wiel. Léon de Vos was op zijn sterkst in slecht weer. In 1922 was het bitter koud en dus was de Vos daar. En zo komen we bij de eerste buitenlandse winnaar, de Zwitser Henri Souter. De buitenlandse belangstelling werd stilaan groter. Souter versloeg zijn ploegmaat De Ruiter, die lek reed in volle sprint. Gérard de Baats won in 1924 en in 1927. Tussenin schrijven we: een overwinning in de Ronde van Vlaanderen betekende zowel voor Jan Mertens als voor Jef Dervaas het hoogtepunt uit hun carrière. Na hem volgt Frans Bonduel. Zijn wedstrijd was eigenlijk Parijs-Brussel. Twee keer eerste, driemaal tweede en nog eens derde. De ronde was in die tijd een verschrikkelijke wedstrijd. Karel van Wijnendalen samen met zijn vrouw klaar voor de start van de 16e ronde van Vlaanderen. We kijken naar enkele favorieten. Jef de Muizeren pakte 3 jaar geleden net naast de toerzegen. Georges Ronsen al 2 keer wereldkampioen en winnaar van Parijs-Roubaix, Parijs-Brussel en 3 keer Bordeaux-Parijs. Frans Bonduel een vaste waarde in de ronde van Vlaanderen die hij 1 keer won. En de broers Delors van wie Gustave in 35 en 36 de eerste 2 edities van de ronde van Spanje op zijn naam schreef. 120 renners kwamen aan de start op die 13e maart 1932. De Ronde van Vlaanderen was tot halfweg de jaren 30 de openingswedstrijd van het Belgisch wegseizoen. En zelfs in een tijd dat de auto een luxe vervoermiddel was, bestond er al een volgersplaag. De Rijkswacht was wel in de buurt, maar stond vrijwel machteloos. De renners konden kiezen het archislecht fietspad links of de erbarmelijke steenweg rechts. Daarvoor heb je struise banden nodig. Die wogen toen 500 gram tegen 200 gram voor de tubes van nu. Wie lek reed moest zelf herstellen en dan maar hopen dat de gonfleur het deed. Een gonfleur was een soort pomp met samengeperste lucht. Met z'n tweeën voorop de winnaar van vorig jaar Romain Gijsels en de jonge Fons Delors. In Erpen werd Delors gelost en zo won Gijsels voor de 2e opeenvolgende keer. 1932 was overigens een topjaar. Hij zegevierde toen ook in Parijs-Roubaix en Bordeaux-Parijs. De laureaat van 1933 was de sterke en snelle Fons Schepers. Een jaar later kwam hij als 2e opnieuw op het podium.
De Belgische tourvedetten krijgen extra aandacht van onze cameraman. Bij de favorieten ook een niet-rondrenner, Karel Kaars, links in beeld. Kaars was op zijn teen getrapt, hij was een schitterend pistier, maar de meeste verslaggevers vonden hem te licht voor een zware klassieker als de Ronde van Vlaanderen. Kaars zal hen in het ongelijk stellen. Hij kwam rechtstreeks van de Zesdaagse naar de kasseien van de Ronde. Er lagen zeker toen vele en soms onverwachte hindernissen op het parcours, zoals hier op de Kwaremond, waar plotseling een spookrijder opduikt. En de enorme kolonne volgers bleef de organisatoren kopbrekers bezorgen. In Aalst melden zich vier leiders, Kaars, Romain Maas, Vissers en Van den Driessen, die even verder achterblijven. In de eindsprint haalt Kaars het met duidelijk verschil voor Maas en Vissers. 5 jaar eerder werd hij als 20-jarige wereldkampioen op de weg. Zijn grootste successen behaalde hij nochtans op de piste. Zondag 31 maart 1940. De 24e ronde van Vlaanderen wordt gereden over het traditionele parcours tussen Gent en Wetteren. U merkt het, we zijn in oorlogstijd. De doortocht in de steden was het vooral uitkijken voor de tramsporen. Op de Kwaremond breekt de echte strijd los. Christian en Kind voeren daar de forsing. Kind wordt uitgeschakeld door een valpartij. Christians wordt later bijgehaald door Achille Buysse, Schotte, Hendricks en Staren. We zien de vijf leiders hier in Ninove na 183 kilometer op 28 kilometer van de aankomst. Ongewijzigde situatie in Aalst. De vijf vluchters zullen trouwens de eerste vijf plaatsen bezetten. De eerste plaats is voor Achille Buysse. Buysse zal een jaar later zichzelf opvolgen op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen. Hij ging toen van Overloop en van de Meerschout vooraf. In zijn eigen Wetteren wordt Buysse in triomf rondgedragen. Het is weer bijzonder druk in Hotel Continental op het Gentse Sint-Pietersplein. Daar heeft de organisatie haar hoofdkwartier. Er zijn heel wat nieuwe gezichten bij. Ouderen zijn er nog steeds.
Dit is weer een jongere, Jacques Geus, met naast hem als Jean-Premier Lomme Drieses. En de grote favoriet is uiteraard Achille Buysse, de winnaar van de laatste twee jaar. Bij de start moeten de renners opboksen tegen de stormwind. Het peloton blijft dan ook gesloten. We zien Marcel Kind met zijn toertrui. Albert Ritservel en Achille Buysse. Op de Kluisberg is er geen houden meer aan. Boven wacht een premie van 500 frank. En die gaat naar Bart van Dijk. Van Dijk trekt nog 7 anderen mee. Bonduel, Klaas, Hendricks, Louis, Schotte, Van de Wegen en Van Eenaam. De aankomststreep was in het Gentse Sportpaleis getrokken. En daar was het te donker om te filmen. We zien Schotte nog wel als eerste de poort binnenrijden. Brik Schotte is zo bereidwillig even buiten te poseren. En dat doet hij met vader Grimompont en Bert de la Fosse van de organiserende krant. Achille Buysse, helemaal geen familie van de bekende Buysse-dynastie, was de eerste die de ronde 3 keer won, in 40, 41 en 43. Ronde 44 presenteren we... En starten 103 renners voor de Ronde van Vlaanderen, een der meest populaire wedstrijden van het seizoen. Het vertrek is snel. Al de favorieten zijn daar. Van Steenbergen, Vlaming, Kin. 45 kilometer per uur. De doortocht de Brugge. Na deze stap neemt de gemiddelde snelheid af ten gevolge van hevige tegenwind. Roeselare, nog steeds geen ontsnapping. Uitdeling van proviant. We komen in de bergstreek. Eerst de Quaremont. Bij het afdalen naar Ronse neemt Somers een kleine voorsprong. Hij rijdt het eerst over de Kruisberg. Hij laat zich inhalen en met 6 man beklimmen ze de Edelaren. Somers is nogmaals 4 seconden voor de anderen. Deze 6 renners gaan tot een aanval over en op 75 kilometer van het doel wordt met grote snelheid de beslissende fase van de wedstrijd ingezet. Een onverwachte wending. Er blijven nog slechts 3 renners. Van Dijk is ziek en geeft op. De beide anderen worden op 10 kilometer van de aankomst ingehaald. Een peloton van 10 renners, waaronder Kin, Klaas, Riga en Van Steenbergen, gaat op het doel af. Aan de ingang van de wielerbaan is Maas aan de spits, doch hij slipt en sleurt sterks mede. De overigen profiteren ervan. Van Steenbergen gaat het eerst over de lijn en wint de Ronde van Vlaanderen 1944. Het zoveelste failliet ter aankomsten op piste, schreef het nieuwsblad Sportwereld. Het zal wel geen toeval zijn dat Rick van Steenbergen de slimste en de handigste was. Hoe was dat trouwens in het algemeen, het wielrennen in die oorlogsjaren? Wat stelde dat voor? Ja, we moesten zien dat we... in het leven kosten blijven, dat we eten genoeg hadden. En materiaal, dat waren de 2 voornaamste posten. En we rijden dan ook veel koersen, waar we dus betaald werden in natura. En voor de rest moesten we wat gaan halen in Holland en overal waar er nog wat eten was. Smokkelen? Maar smokkelen, ja. Smokkelen heeft nou misschien een slechte naam, maar toen was dat een normaal verschijnsel. En toen dat ik geboren was, zijn onder grens, kinderen in Arendonk.
zat de smokkel zo wat in het bloed. Voor mij mijn beste klassieke koers die ik gereden in mijn loopbaan was 1946 de Ronde van Vlaanderen. We hebben 6 leiders, Schotten, de Klerk, Ivy, de Simpelaere, Van Steenbergen en de Fransman Tietaar. Ze zijn weggegaan in de afzink van de Edelaren. Uit dit zestal springen Van Steenbergen en Schotten weg. Net voor Gerardsbergen krijgen ze het gezelschap van Tietaar. In Kwaadrecht op 5 kilometer van de aankomst demareert Van Steenbergen. De beslissing is gevallen. Via Fenjaard in 47 komen we bij de tweede zege van Brik Schotten. De grote zeptingen kwamen uit de warm. We waren bij dat met een man of 25 voeren. En in Oost was dat toen geweldig lastig. Moesten we de Oost, slechte steen. En van Oost naar Wetterborn, naar Hendep, veel weg. En we zijn de weg gegaan met vieren op het laatste. Klopte Ramon in de sprint, Rijkaard en Impanis. Of Impanis was hier derde en Rijkaard vierde. Zo belanden we bij de periode Mani. De Italiaan die aan zijn 3-op-1 volgende overwinningen de bijnaam Il Lione delle Fiandre overhield. Manny was ook wel een type voor de Ronde van Vlaanderen. Weet wel, dat was een machtige coureur, die altijd in attack ging. Altijd vanaf de start, die stond er zo bij. Kletsen, weet wel. Dat was eigenlijk een type. De mensen we dachten, moesten nog kijken. Zijn derde overwinning was de Zwitser van het ogelde en het sneeuwde, het was koud. Hier zien we Manny aan de leiding van een kopgroep van 4. Hij streed trouwens de hele dag in de eerste lijn. Na Manny volgden nog 4 buitenlanders in de uitslag. De eerste Belg, Rick van Steenbergen, finishte 6e op ruim 12 minuten. Dat Belgische debacle inspireerde Karel van Wijnendalen tot de beroemd geworden krantenkop. We hebben nog enkel onze ogen om te schreien. Zoals zo vaak speelde de beklimming van de Kloosterstraat in Gerardsbergen een zeer belangrijke rol. We zien hier Marcel Hendricks met het nummer 85. De Italiaan Loreto Petrucci, een vaste waarde in de Ronde van Vlaanderen toen. Louison Bobet en Ferdi Kubler, bijgenaamd de Arend van Adliswil. In Leiden zijn we dan terug weggesprongen. We zijn dan met 3 weggeraakt. En op een kilometer of 20, 25 van de aankomstlijn dus, had ik gezien dat Maillet met Bobet gesproken had, dat ze misschien iets tracht te doen om mij te lossen. Maar ik was die dag bijzonder goed en ik heb direct degedemareerd en Bobet was gelost. Dus op die moment hadden wij misschien een 50 seconden voorsprong. Ik ben dan beginnen te rijden dus met Maillet. En op een kilometer of 15, misschien een kilometer of 10 van de aankomst, voelde ik wel dat Maillet aan het verslappen was. Een sprint is er eigenlijk niet geweest. Ik ben dus van op een kilometer 500 en 2 kilometers op de kop gegaan en ik heb mijn gang getrokken. Ik heb doorgegaan en op 500 meters van de aankomstlijn dus heeft Maillet zich rechtgezet. Dus er was eigenlijk geen sprake van een eindsprint. Vlak voor de start is iedereen nerveus, zeker ook Karel van Wijnendalen. Germain de Rijke, winnaar van Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Milaan-San Remo. Nest Sterks, de koning der kermiskoers, is 32. Pino Cerami is nog een jaartje ouder. En dit is de Waalse toerrenner Jean Brancard. Voor Van Steenbergen wordt 1955 een jaar zonder één grote overwinning. En nog snel een handtekening meepikken van Wim van Est. Hugo Coblet, le pédaleur de charme, komt voor het eerst aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Wereldkampioen Bobet is in de voorbije jaren 1 keer 6e en 2 keer 4e geweest in die Vlaamse topklassieker. 201 renners trekken zich op gang voor wat een schitterende ronde zal worden. Het blijft de hele dag droog, maar het is wel bitter koud.
In Waarschoot, na 13 kilometer, vormt zich een kopgroep van 13 man. Met onder meer Van Steenbergen, Marcel Janssens, De Korte, de Nederlander Adrie Voorting en de Fransman Carrara. Na 147 kilometer op de Kluisberg rijdt Van Steenbergen de kopgroep aan stukken. Hij komt als eerste door op de top. Het levert hem een wasmachine rapide op. Intussen heeft de Fransman Bernard Gauthier de tegenaanval gelanceerd. We zien hem hier voor zijn landgenoot Dupont en Hugo Koblet. Hun achterstand is 2 minuten 20. Het peloton, aangevoerd door wereldkampioen Bobet, volgt op 3 minuten. En nog verderop zien we de Italiaan Loreto Petrucci. Beetje bij beetje komt alles weer samen en als we aan de beklimming van de Kloosterstraat beginnen, hebben we vooraan een omvangrijke groep. De hele foto- en filmpers is present op die klim, want daar moet het gebeuren. Als eerste passeert de Fransman Bernard Gauthier, 4 keer winnaar van Bordeaux-Parijs. Daarna krijgen we Bobet in de regenboogtrui, Rick van Steenbergen, Hugo Koblet en Germain de Rijke met het nummer 31. De eerste 4 zetten hun inspanning voort. Bobet, Van Steenbergen, Koblet en Gauthier, die 4 gaan sprinten voor de zege. Van Steenbergen, de grote favoriet, vertrekt van ver op kop, maar wordt nog voorbijgegaan door Bobet en Koblet. Een verrassende ontknoping. Van Steenbergen legt uit. 55, dat was de ronde waar ik niet te goed over te spreken geweest ben. De bergen zijn, zijn voorbij en Koblet komt bij mij en na datum komt Bobet en Gauthier bij mij. We waren met vieren en met vieren rijden we naar de meet en we komen, ik geloof dat het dorpje Leden was of zoiets. Wichelen op de kilometer of 5 van de meet af. 4-5 kilometers en we staan voor een barriel en die 3 klimmen erover. Die 3 buitenlanders klimmen erover, dus ik moet meegaan. In het buitenland mocht dat? Zeggen ze in het buitenland toegelaten, in België niet, maar ik klim er ook mee over. En we zijn dus terug op weg naar de aankomst en ik voel dat ik kan winnen. En er komt een auto met de leiding van een BWB, zeker van de Kerkhoven. En die zegt, Rick zegt, u bent gedeclasseerd. En vanaf dat hij zegt gedeclasseerd, kon ik weet niet, sloeg dat in mijn benen of heb ik in de sprint er niet meer kunnen uithalen wat ik normaal wel kan in de sprint, kost in de sprint. En ik word geklopt door Bobet dus. Heb ik in 56 de wedstrijd verloren, dan heb ik veel geleerd langs de andere kant. En dan heb ik in de eerste plaats geleerd en begrepen dat men niet alleen wint met de benen, maar meer met het hoofd. Dat men moet rekenen. Met die ervaring ben ik in 57 aan de start gekomen. En ik heb het helemaal anders willen doen, omdat ik de ronde wilde winnen. En daarvoor moest ik het anders doen. Van bij de start tot halfwedstrijd gebeurde er niet veel. Enkele kleine schermutselingen, alles bleef kalm. Maar op dat ogenblik moest ik een beslissing nemen. Ik had op dat moment naast mij Desiré Keteleer, die voor mij veel betekende. En na ruggespraak met Keteleer is die vooruitgegaan met nog enkele andere renners. Het grote gevecht zou komen op de muur van Gerardsbergen. Maar ik was reeds veilig. Ik had vooraan reeds een ploegmakker, die ik nadien misschien zou bijbenen. Op de muur ontstond een gevecht en er was reeds sprake van een tweestrijd van Loy de Bruyne op dat ogenblik. Ik kon echter op de muur met nog een zestal anderen wegraken zonder Van Looy. Dat gaf mij vleugels. In de spurt won ik gemakkelijk, zal ik maar zeggen. Alles was goed voorbereid. Mijn doel was bereikt. Ik had mijn Ronde van Vlaanderen als beroepsrenner gewonnen. Op 85 kilometer van de aankomst trekken Germain de Rijke, Marcel Janssens en Raymond Impanis ervan onder. De Rijke en Janssens steken op de Kloosterstraat een tandje meer en Impanis kan het niet meer bijbenen. Hij wordt gelost. Dit duo wordt in de plaatselijke ronde in Wetteren nog gegrepen door eerst 4 en daarna nog 3 man.
De Rijke heeft blijkbaar nog voldoende reserves. Hij haalt het voor truien, de Italiaan Conterno, Armand de Smet, Marcel Janssen, Schotten, de Italiaan De Filippis, Cerami en Molenaars. De rivaliteit tussen Fred de Bruyne en Rick van Looy heeft een hoogtepunt bereikt. Van Looy in de aanval op de Kloosterstraat. We waren weggegaan met een man of 12 op de muur van Gerelsbergen, of op de Kloosterstraat tenminste. En dan zijn we onderweg nog op een berg was een prim en hebben ze gesprint van een prim. En dan heb ik gedemereerd en dan waren we met Fred de Bruyne met 2 in de veur. En dan hebben ze gereden, ja, gelijk een keer in de ronde van Lombardij zal ik zeggen. Maar dan hebben ze ons teruggepakt, een beetje achterhals. En dan zijn we op de noel opgekomen en 15 man gelopen. En dan is er bij de Smet gedemereerd natuurlijk, dat was hier in ons ploeg. Maar dan voor mij geluk geweest is Frans Goeve erachter gesprongen, ben ik meegesprongen. En dan ja, natuurlijk in de sprint tegen die man heb ik dat kunnen winnen. Op een paar kilometer van het einde waren er velen die konden winnen, denk ik. Onder andere Grassik die dan heel goed reed. Van Looy die dan ook in een grote vorm was. Maar ik gaf mij een kleine kans, omdat ik in Milan-Sanremo de sprint gewonnen had tegenover Van Looy. En ik ben vertrokken op 300 meter van de meet op kop. En ben ik op kop blijven tot aan de meet. Wie wil winnen moet mee zijn met Rick van Looy. Tuur de Kabouter in het wiel dus. Aan de voet van de Kruisberg is wereldkampioen van Looy gevallen. Na nogal wat tijdverlies begint een helse achtervolging waarbij van Looy op geen hulp moet rekenen. In Zottegem staat Rick ontmoedigd de strijd. De ronde komt voor het laatst aan in Wetteren. Tom Simpson verslaat de Italiaan De Filippis. Voor de Brit betekent dat de definitieve doorbraak als internationaal toprenner. Bij het uitrijden van Brugge na amper 45 kilometer vertrekt een commando van 14 man aangevoerd door Rick van Looy en 6 van zijn maats. De reactie is hevig. Langs de kust vormen zich 6 waaiers. De laatste volgt in Oostende al op 3 minuten. Maar in Roeselare is de strijd weer geluwd. In de bergstreek komen de besten vooraan. Tom Simpson, Norbert Kerkhoven, Belgisch kampioen Michel van Aarde, wereldkampioen Van Looy en zijn ploegmaats Jeff Plankaert en Noël Fauré. Hun voorsprong schommelt tussen 1 minuut en 1 minuut 30. Tom Simpson kijkt op geen inspanning. Van Looy heeft buikkrampen en is blij dat hij bij een gesloten overweg even van de fiets kan. En dan waren vooruit met een man of 6-7 en dan ben ik op les nog gedemereerd. Maar er waren 2 mannen. Plankaert was daarbij en Fauré. Er waren mannen van mijn ploeg, zo gezegd. Dan ben ik alleen binnengekomen. Ja. Hartstochtelijk bejubeld en toegejuicht doet de wielerkeizer zijn intrede in de nieuwe aankomstplaats Gentbrugge. Zoals ieder jaar massale belangstelling voor de start in Gent. Een lachende Norbert Kerkhoven, een subtopper. André Noyelle, gewezen Olympisch kampioen, zelfs een koffer sjouwend. Belgisch kampioen Jeff Plankaert, het jaar voordien ook 2e in de Tour. De West-Duitser Rudi Altig, een latere wereldkampioen. En tenslotte Abe Geldermans, titelvoerend kampioen van Nederland. De eeuwige favoriet is Rick van Looy, die na een conflict met zijn sponsor nieuwe kleuren verdedigt. Zijn ploeg is verzwakt. Fauré en Plankaert zijn er niet meer bij. Het wordt meer dan ooit Van Looy tegen allen. De Kwaremond en zijn knotwilgen. Daar klopt het hart van de ronde in die jaren. Het wegdek is nog niet geasfalteerd en de strijd speelt zich af op het fietspaadje. Frans Arenhouts breekt de wedstrijd open in dienst van Rick van Looy. De schifting is gebeurd met vooraan hier Simpson, Poulidor, Jocke Wouters, Fauré en Van Itse.
Poulidor en Van Looy vallen aan op de hellingen, maar worden gecounterd door Simpson, Van Aarde, Van Itse en Foree. Ja, we beginnen er op 4-5 van de aankomst. Zus van Merlebeke is Simpson weggesprongen, ik ben er naartoe gesprongen. En na mij is Altig en Melkebeek erbij gekomen. We zijn er met 4 de laatste ronde ingegaan en dan is Altig gevallen. Ik was normaal wel geklopt van Melkebeek, maar dan ik reed die dag voor me daar wel goed. En ik dacht, ik moet hem verrassen. Ik heb gedemarreerd, een beetje verder. Ik vond dat de sprint moest weggaan en ik nam 3-4 lengten zeker. En Melkebeek is nu niet meer teruggekomen. Met een gemiddelde van 40 km 600 wint Noël Foree de snelste ronde uit de geschiedenis. Er staat een felle wind en de strijd wordt lang uitgesteld. Op 60 km van de aankomst rijdt een superieure Rudy Altig echter alleen van zijn tegenstanders weg. De rivaliteit in de groep is groot. Peter Post en Rick Van Looy weigeren de handen in elkaar te slaan. Altig, een geweldig temporenner en sprinter, haalt een nieuw recordgemiddelde, 41 per uur. Hij wint met ruim 4 minuten voorsprong. Het is de eerste Duitse overwinning in de ronde en een striemende Belgische nederlaag. Een rustig voorspel. En dan een felle finale. Zelfs is weggesprongen op de Valkenberg. Ik ben voor de Kasteelstraat ben ik hem achterna gegaan. Ik heb me vervoegd en we zijn samen doorgegaan. In het begin was het zo, zelfs die reed geweldig sterk. Maar ja, na hoe lang we dichter aan de arrivée kwamen, zag ik dat zijn krachten minderen. En dus ik kreeg steeds meer hoop op de overwinning. Voor Jodero de 6e klassieke overwinning in 4 jaar. De ronde blijft jong, ook al is dit de 50ste editie. De ongeëvenaarde amateursgeneratie van 1964 is er voor het eerst bij. Maar in een paar massale valpartijen worden de twee aanvoerders van de nieuwe lichting, Eddy Merckx en Walter Godefroot, vroeg uitgeschakeld. Willy Plankaert doet het dan maar. Hij komt als eerste op de Kloosterstraat in Geraardsbergen voor Gianni Motta. Zo ontstaat een kopgroep van 14. Wart Sels, al een jaar lang intrinsiek de beste klassieke wegrenner ter wereld, treedt eindelijk uit de schaduw van Rick Van Looy. In de sprint verslaat hij Durante, Georges van den Bergen, Guido Rijbroek en Willy Plankaert. Dit is de levenswedstrijd van Noël Foree, die in de finale is ontsnapt met Dino Zandegu. De Italiaan is nog fris, want hij kwam pas laat in de wedstrijd bij Foree, die al vanaf de 10e kilometer in de aanval rijdt. Het tweetal heeft in de slotfase Eddy Merckx verrast. Merckx heeft in de achtervolging een blok aan het been, Gimondi, ploegmaat van Zandegu. Merckx had eerder in het seizoen al zijn tweede Milaan Sanremo en Gent-Wevelgem gewonnen. Ook Barry Hoban en Willy Monti zijn mee. In de sprint geraakt Noël Foree niet voorbij Zandegu, die zijn eerste grote overwinning behaalt. Noël Foree had kennelijk op meer gerekend. Hij is 34 en dit was zijn laatste grote kans. De muur begint het beslissend gevecht op initiatief van Wart Sels, Poulidor en Eddy Merckx. Maar de oude Rick Van Looy is nog met de besten mee. En hij blijft mee, wat Merckx en Poulidor ook proberen. Wegens vorkdefect neemt wereldkampioen Merckx voor de laatste 50 kilometer een andere fiets. Walter Godefroot is nog buitengewoon fris. Het is ook een gemakkelijke ronde, met mooi weer en een recordgemiddelde van meer dan 42 per uur. Rick Van Looy heeft zich voorgenomen het achterwiel van Merckx niet meer los te laten. Guido Rijbroek probeert zijn medevluchters nog te verrassen, maar hij heeft geen succes, evenmin als Wart Sels.
Het wordt een onvergetelijke sprint. Walter Godefroot haalt het voor Rijbroek, Altig, Jan Jansen en Daniel van Rijkegem. Walter Godefroot is onweerlegbaar de sterkste sprinter ter wereld geworden. Blikvanger Eddy Merckx wordt geviseerd door de andere groten, onder meer Walter Godefroot, Felice Gimondi en Raymond Poulidor. Na 85 kilometer zorgt Eddy al voor een eerste schifting. Op de intussen geasfalteerde Quaremont telt het koppeloton als gevolg van zijn actie nog slechts 31 man. Merckx rijdt meer op kop dan de 30 anderen samen, tot hij in volle zelen op een vlakke weg zomaar wegrijdt van zijn laatste gezellen. Jos Pruyt en Julien Stevens zijn blij dat ze mogen afstoppen. De aankomst ligt nog 75 kilometer ver. Merckx staat er alleen voor, in regen en wind. Zijn sportdirecteur Lomme Driessens heeft hem gek verklaard. Lekke band voor Gimondi, maar Merckx heeft dan al 5 minuten voorsprong. Hoe zou de eerlijst van Gimondi er hebben uitgezien zonder het fenomeen Merckx? In deze finale rijdt Eddy Merckx zoals Fiorenzo Magni in 1951. Maar over het geheel van de wedstrijd, waarin hij haast bestendig op kop reed, overtreft Eddy al zijn voorgangers. Dit is de absolute topprestatie uit de hele ronde geschiedenis. Merckx heeft in Gentbrugge ruim 5,5 minuut voorsprong op de tweede, Felice Gimondi, en 8 minuten op de derde, Marino Basso. Ik heb feitelijk niet gedemareerd. Ik heb gewoon tempo op kop gereden. Er is een... Ik had een gat gemaakt en toen zei ik dat Bitossi het gat moest toemaken. Ik zeg ja, dat zal wel toch een inspanning zijn bij Bitossi. En toen ben ik doorgereden en ja, op een zeker ogenblik wist ik niet te goed wat ik moest doen. En... Is het waar dat jij toen je 1 minuut voorsprong had, op een bepaald moment met je sportdirecteur gesproken hebt en gezegd wil ik me laten inlopen? Ja, ik wist niet goed wat ik moest doen. Ik wist dat de wind tussen Ninoven en Nederblaken zeer op kop lag, zeer sterk op kop lag. En daarmee was ik een beetje benauwd, want het wild was toch nog een goed stuk. En, maar ja, het is goed afgelopen. Hè. Eddy, je bent groot favoriet voor deze Ronde van Vlaanderen. En het werkt soms dit wel op het systeem, zoals men zegt, van iemand die als favoriet prop wordt gezet. Maar ja, zenuwachtig. Was een beetje zenuwachtig zo voor een grote wedstrijd natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen een beetje zenuwachtig is, want ik denk wel dat iedereen denkt van ik te winnen. Goeie samen. Ik heb nog geen nieuwe gedaan van de koers. Hoe gaat het verlopen? Patrick, ja? Voilà. Jij hebt speciaal schoen slaan. Vind je het zo koud? Ja, nu is het niet zo koud, maar het kan koud worden en het kan beginnen. Het is bijzonder voor de regen. Hè. En wat heb je aan je knieën? Ja, ik heb nog altijd een beetje pijn in mijn knieën van Gent-Wevelgem, maar ik denk van de koude. Van de kamer hindert dat? Nee, dat hindert niet en ik kan het ook aftrekken op plaats van de koers. Hè. Weet jij wat hier te verdienen is in de Ronde van Vlaanderen? Wat blijft? Hoeveel de prijzen zijn? Hoeveel de prijzen? Weet jij dat? Nee, ik weet niet hoeveel dat de prijzen zijn. Wat denk je van de eerste heeft? Ik denk 10.000 frank. Ah, dat weet je toch. Vind je dat veel? Wat blijft? Vind je dat veel of weinig? Ja, voor zo'n koers is dat eigenlijk niet te veel, denk ik wel. Waarom rijdt men dan? De mensen denken dat je miljonair bent als je zo'n koers wint, maar het is allemaal nog zwaar niet of dat ze er iets van denken. Kom dat je de intro. Sherry, kom met Sherry. Een chose speciaal voor le froid. Posso provare? Sì, ma poco, eh. Attenzione. Ah, sì, formidabile, eh. Men no, e la beve quando? Durante la corsa o sul pullman, se sono fermato. De laatsten zullen de eerste zijn, schijnt het devies te zijn van Rick van Looy. Ex-tourwinnaar Roger Pinjon rijdt 70 kilometer alleen voorop. Maar hier op de muur begint hij het moeilijk te krijgen. Eddy Merckx beukt de nog compacte grote groep bijeen.
Wie nu niet fris meer is, valt door de mand. Dat is de kreet die op de varend weer klinkt. Een ontketende Merckx leidde achtervolging op Pinjon die snel zal worden ingelopen. Verbeek gaat duidelijk tot het uiterste om in het spoor van Merckx te blijven. 10 kilometer voor het einde weet men dat de winnaar Merckx, Godefroot of Le Mans zal heten. Wouter Godefroot heeft een superdag en waant zich in de sprint onklopbaar. Maar hij heeft te veel krachten verspild en geraakt niet meer voorbij Le Mans. Merckx wordt derde op een leeglopende tube. Eddy Merckx wil wel, maar kan niets forceren. De Geest en vele anderen volgen de Belgische kampioen in al zijn bewegingen. Jos Bruyt gaat in de aanval met de Fransen Jourdain en Hésard. De laatste demarrage komt van de Nederlander Eef Dolman. Hij behaalt onverwacht de grootste overwinning uit zijn loopbaan. Wereldkampioen Merckx test de tegenstand een eerste keer op de Quaremont. Maar slechts 5 renners zullen op deze brede asfaltweg loslaan. Tony Houbrecht springt, maar Eddy Merckx is waakzaam. Op de hellingen gaat hij zelf alsmaar aanvallen. Maar Erik Le Mans is altijd mee. Voorbij de Steenbeekberg geraken Merckx en Le Mans 20 seconden voorop. Maar Felice Gimondi bewerkt een hergroepering. Op 10 kilometer van Gentbrugge komt de beslissing. 7 man zijn weg. Merckx, Le Mans, Verbeek, Dieriks, Rosiers, Swerts en Willy de Geest. Stevast een uitblinker in de ronde. Erik Le Mans is net als het jaar voordien de snelste. Tweede wordt Dieriks, derde Verbeek, vierde de Geest, vijfde Rosiers, zesde Swerts en zevende Merckx. Erik Le Mans is in de ronde opnieuw boven zichzelf uitgegroeid. In 1973 maakte de BRT een reportage over de reportage. Om een wielerwedstrijd in beeld te brengen is een massale inzet van materieel en personeel vereist. Er was een tijd dat het anders was. Aanvankelijk werkte de kiniast vanuit de wagen. De renners in beeld houden was moeilijk, erbij geraken soms onmogelijk. De camera op de wagen was een verbetering. De cameraman mocht echter de dood niet vrezen. Geleidelijk werden de camera's handiger, de concurrentie scherper. In de beginperiode van de tv werd enkel de spurt in beeld gebracht met vaste camera's. De komst van de mobiele camera's betekende een revolutie. De kijker zat nu samen met de renners in de koers. En sedert er ook een camera in de helikopter werd geplaatst, bereikt het in beeld brengen van een wielerwedstrijd bijna de perfectie.
Wat hebben ze een goede namiddag vanuit Meerbeke, waar wij dan straks de aankomst krijgen van de Ronde van Vlaanderen. U weet het voor de eerste maal dat de Ronde van Vlaanderen aankomt hier in Meerbeke. L'arrivo quest'anno è a Meerbeke. È stato cambiato il tradizionale arrivo a Gentbrugge, che era la periferia di Gand. Ora ci siamo spostati al confine tra le Fiandre orientali. En we zitten hier nu de beide leiders met Van de Vijver in beeld. Dan komt Frans Verbeek daarnaast. Dan zullen we meteen de 13 beter leren kennen. Walter Godefroot hier. Dan hebben we Patrick Sercu, Eddy Merckx. De renners zijn in Geraardsbergen, een van de traditionele breekpunten van de ronde. Ook in de regiewagen stijgt de spanning. Ja meneer, Luc, blijf maar gerust staan. We gaan daar nog de groep nemen als de groep daar komt. En daar gaan we vertraging van teruggeven als het de moeite is. Een van die drama's langs de weg. Frans Verbeek heeft bandbreuk. After already having completed 140 miles and the rain, which has been threatening all day, a strong gusty wind, and now the rain is beginning to fall slightly as we come back down onto the road. Een kille regen en striemende wind maken de finale nog harder en vooral op de nu gladde keikoppen ook gevaarlijk. En niet alleen voor de renners. Dus aan de leiding nu, Erik Leman, in tweede positie Roger de Vlaming, en derde dan Eddy Merckx daar. Roger de Vlaming zal door pech nog uit het leidersgroepje wegvallen en zo gaan ze met vier naar de streep. Eddy Merckx, Freddy Maartens, Erik Leman en Willy de Geest. Dit is de laatste rechte lijn met Freddy Maartens op kop voor Eddy Merckx en Erik Leman. Maartens trekt zich op gang. Maar Erik Leman heeft het initiatief overgenomen. Hij ligt van ver op kop. En dan komt Maartens aanvallen. Maar hij sneuvelt. Erik Leman is, zoals Achille Buysse en Fiorenzo Magni, voor de derde keer winnaar van de ronde. Inmiddels zijn de commentatoren aan de herhaling van de sprint toe. En dan toch Freddy Maartens, die zeer goed terugkwam op het laatste. Die merkt die spontaan rechts toe Frans Moreel weet zo overwonnen te zijn bij het. Beter werd even met de arm geduwd, want daar kunnen we geen bezwaar van noemen. Freddy Maartens die zich vrijmaakt, hij komt hier zeer gevaarlijk naast Erik Leman spurten. Zoals het verleden jaar van jou? Wel, ik had me voorbereid in Nice en daar was het elke dag over de derby. Dan ben ik met zeven koersen in de benen naar Nomme van Vol gekomen. Ik zal trachten de ronde in Vlaanderen te houden. De bescheiden Nederlander Kees Bal heeft met een late aanval de rivaliteit van de snelle mannen handig uitgebuit. Deze ronde wordt in de finale verlamd door de sprinters. Iedereen kijkt naar Merckx. Niemand neemt enig initiatief. De 22-jarige Kees Bal wint met 20 seconden voorsprong. Het is, zoals voor Dolman, de belangrijkste zege uit zijn carrière. Dirk Baert, de specialist van de lange ontsnappingen, wordt na een solorit van 150 kilometer voorbijgereden door Eddy Merckx en Frans Verbeek. Merckx heeft het offensief ingezet op 104 kilometer van de aankomst. Vooral op kasseien en hellingen voert de wereldkampioen een hels tempo. Het peloton is er aanvankelijk vrij gerust in, maar Freddy Maartens en Michel Pollentier proberen de achterstand toch te beperken. Op 65 kilometer van Meerbeke bedraagt het verschil 1 minuut en 10.
Op de vlakke wegen doet Verbeek zo goed en zo kwaad als het kan zijn deel van het werk. Op naar Gerardsberg. Daar zijn ze, Merckx en Verbeek, al 75 kilometer samen voorop. Frans Verbeek sterft hier wel 10 keer, maar houdt stand. Roger de Vlaming leidt het peloton van de verliezers, die doorkomen op 3,5 minuut. Pollentier is met hem mee. Dan volgen Pintens, Maartens, Dieriks en De Meijer. Merckx en Verbeek blijven ongenaakbaar voorop. In Denderwindeke, op 5 kilometer van de finish, bedraagt de voorsprong meer dan 4 minuten. En dan gaat Merckx. Verbeek kan er alleen maar naar kijken. Nooit in zijn leven heeft hij meer afgezien. De vermetelheid om met Merckx mee te springen heeft hij met veel pijn betaald. Niemand heeft ooit zo de ronde gedomineerd als Eddy Merckx, die hier zijn prestatie van 1969 vrijwel evenaart. Achter de winnaar een gedubbeld groepje dat nog aan de plaatselijke ronde van 12 kilometer moet beginnen. Frans Verbeek, de eervolle tweede, is de enige die de schade heeft weten te beperken. Frans Verbeek, gefeliciteerd voor die prachtige wedstrijd. Je bent natuurlijk op een fantastische Merckx gevallen, dacht ik. Het is ongelooflijk vrij dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb formidabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als dit. Hij rijdt 5 per uur te snel voor ons. Ik weet niet wat dat is. Hij rijdt eens zo rap als verleden jaar nog. Met zijn vijven de finale in, maar Maartens en de Vlaming hebben alleen oog voor elkaar. Een oude vete, dus blijven ze nog met 3. Niemand meer te zien. Er wordt gespeurd voor de eerste plaats met Francesco Moser, Mark De Meijer in tweede positie en als derde van Frans Blanca. Ja, die ook nog altijd, Mark, dat de Vlaming en Maartens op de rug komen vallen. Francesco Moser is iemand die traag op gang komt. Wel Blanker, Blankaart, Walter. Als jij nou niet wint, en als jij nou geen twee kaarten doet branden voor Moser en Mark De Meijer. Nee, dat was te duidelijk. Walter Blankaart wordt overwinnaar van deze Ronde van Vlaanderen, Sportliefhebbers. Walter Blankaart, eerste, Moser, tweede en De Meijer, derde. En daar krijgt men nu de spurt, de eerspurt. Tussen de Vlaming en Maartens een afrekening, laten we het zo gaan stellen. Het is Roger de Vlaming die de vierde wordt voor Maartens op precies 15 seconden. Eddy Merckx, die zelf niet meer tot de favorieten behoort, gooit de ronde al open in Deerlijk. Merckx geniet van zijn populariteit op de oude Quaremont. De helft van het deelnemersveld wordt hier naar huis gereden. Op de Koppenberg heeft de oude meester 1 minuut voorsprong. Roger de Vlaming heeft de achtervolging ingezet, gevolgd door wereldkampioen Freddy Maartens, die wegens defect een fiets van een toeschouwer heeft genomen. Walter Plankaert komt als derde voorbij en Erik de Vlaming als vierde. De zevenvoudige wereldkampioen veldrijden voelt zich thuis op de Koppenberg. Roger de Vlaming is lek gereden, maar voor hem staat niemand met een andere fiets klaar. Een tijdverlies van meer dan een minuut. Freddy Maartens is intussen bij Merckx gekomen. Maar voorbij de Volkegenberg is de Vlaming na een fantastische inspanning ook mee vooraan. De grote drie zijn nu samen. Freddy Maartens is de beste van de drie leiders. Merckx rijdt nog mee, maar op de Varend zal hij de ronde verlaten en er nooit meer terugkeren. Nog geen jaar na deze ronde is zijn carrière immers afgelopen. Freddy Maartens krijgt maar weinig steun van Roger de Vlaming. De wereldkampioen heeft intussen vernomen
dat hem wegens de fietswissel voor de Koppenberg een disqualificatie boven het hoofd hangt. Toch doet Maartens voort. Hij rijdt als een ware wereldkampioen en levert een van de topprestaties uit zijn loopbaan, wat hem veel respect en sympathie oplevert. Ja, dat is mooi voor die mensen die daar staan. De Vlaming gaat proberen. Nee, wat rijdt Maartens goed. De politieagent is supporter van de Vlaming. Officieel mag het niet, maar het is ook een mens. Even nog praten met Guillaume Driessens. Guillaume, kan u zeggen, Freddy, ja... Kijk nu een keer. Niet meer aan de leiding rijden, werd er gezegd. Het is de eerste keer dat we Freddy Maartens in tweede positie zien. Hela, daar hebben we het al. Roger de Vlaming wordt geschreven, geboekt als overwinnaar van de Ronde van Vlaanderen 1977. Ronde van Vlaanderen waar nog veel over gediscussieerd wordt. En er wordt hier aardig wat negatief geschreven naar de Vlaming. Ja, allee. Je bent niet derde, mijn grote kampioen en mijn deugniet altijd. Formidabel lelijk uit dat. Roger de Vlaming krijgt de Ronde van Vlaanderen. In de bergzone zijn Pollentier, Kuiper en Ludo Peters betrokken in een kort maar hevig offensief dat is ingezet door Bernard Hinault, die het jaar voordien naam heeft gemaakt als laureaat van Gent-Wevelgem en Luik-Bastenaken-Luik. Uit aversie voor de Koppenberg zal Hinault later de Ronde van Vlaanderen definitief de rug toekeren. De beslissing is gevallen op 35 kilometer van Meerbeke met Belgisch kampioen Michel Pollentier, Godefroot en de West-Duitser Gregor Braun. Er komt weer een grote naam op de erelijst. Walter Godefroot, 34 en jarenlang de beste klassieke wegrenner na Merckx, behaalt na 10 jaar zijn tweede rondeoverwinning. Raas, De Vlaming, De Meijer en Walter Plankaert, die valt. De besten zitten weer vooraan op de fel omstreden Koppenberg, die echter te ver van de aankomst ligt, zodat de kopgroep voor Geraardsbergen alsmaar aangroeit. We zien hier in het wiel van Lubberding en Kuiper Guido van Kalster, Raas, De Meijer, Moser, Toerouw, Schepmans, De Vlaming, Plankaert, Willems, Godefroot en Zoetemelk. Ontsnapping van Jan Raas. De Vlaming en Moser temporiseren, maar Toerouw gaat er achteraan. Hij zal echter op 200 meter blijven hangen. Jan Raas blijft in de laatste 30 kilometer alleen voorop. En met deze overwinning kroont Raas zich tot de nieuwe koning der klassiekers. Mark De Meijer en Francesco Moser lanceren met Michel Pollentier en Jan Raas de finale op de Koppenberg, die Roger de Vlaming zo lief is. Maar met een haperend versnellingsapparaat kan ook hij de koppige berg niet baas. Geen paniek echter. Hier valt immers nooit de definitieve beslissing. Michel Pollentier, Francesco Moser, Freddy Maartens, wereldkampioen Jan Raas en, jawel hoor, ook Roger de Vlaming behoren verderop tot de kopgroep. Moser houdt van de Vlaamse hellingen. Hij bestormt de muur met in zijn spoor Pollentier, Raas, Maartens, De Vlaming, De Meijer, Duclos Lassalle, Frank Hoste, nationaal kampioen Gerry Verlinde en Sean Kelly. Voorbij de Bosberg zijn Pollentier en Moser er vandoor gegaan. Dit wordt de beslissing. Jan Raas voelt dat en springt alleen achter de vluchters aan. Maartens, De Vlaming en De Meijer schieten tekort. Jan Raas niet. Hij pikt aan bij Moser en Pollentier.
Het wordt een finale met drie. Michel Pollentier probeert herhaaldelijk alleen weg te komen, speculerend op de rivaliteit tussen de twee superstars, Moser en Raas. Het lukt niet. Ook de Italiaan en de Nederlander willen maar al te graag winnen. Jan Raas is theoretisch de snelste, maar de laatste demarrage van Michel Pollentier is de goede. De West-Vlaming wordt eindelijk beloond voor het prachtwerk dat hij jarenlang in de ronde heeft geleverd. De finale breekt los op de Bosberg met een demarrage van de Vlaming. Maar Pollentiertje, wat rijdt hij toch altijd snedig in de ronde, is mee. Dan komen Willems en De Wolf, de aanvoerders van de nieuwe generatie, met Jan Raas erbij. Nieuwe aanval van de Vlaming, de meest frisse man in deze finale. Maar Cummingman Sean Kelly gunt hem geen bewegingsvrijheid. Hergroepering en dan is Kuiper weg. Met rugdekking van de Vlaming in de rol van Luxeknecht. De teerlingen zijn geworpen. De 32-jarige Henny Kuiper heeft het goed en vooral handig gespeeld. Het is mooi weer en er gebeurt niets tot de Taaienberg, waar wereldkampioen Freddy Maartens wegens herhaald pech uit een omvangrijke kopgroep verdwijnt. Nog voor de muur valt René Martens aan. Hij blijft alleen voorop met een voorsprong die nooit meer dan 45 seconden bedraagt. Een sterk nummer. Een sprinter in de tegenaanval, Eddy Plankaert, maar hij komt te laat. De verdienstelijke René Martens behaalt zijn eerste klassieke overwinning. Op 20 kilometer van de aankomst meldt zich een negenkoppige leidersgroep. Jan Raas, de beste man in de wedstrijd, demareert. Ludo Peters stopt af. Een automatisme. Niemand contesteert het meesterschap van Jan Raas. Phil Anderson doet slechts even alsof. Een lauwe reactie van Sergeant wordt moeiteloos geneutraliseerd door Peters. Nooit was het overwicht van de ploeg Post zo drukkend. Jan Raas behaalt zijn tweede ronde overwinning voor zijn ploegmaat Ludo Peters. Rudy Matthijs ging in het offensief op de Volkegen. Hij kreeg de steun van Van den Houten en de Keulenaar. Zij hielden het vol tot voorbij de muur van Gerardsbergen. Het rug nummer 60, dat is Filip van den Branden. Daar zit ook bij met het nummer 55 Rudy Matthijs. Met het nummer 24 is dat Johan Lammert. En dan komen wij de renners die daar straks vooraan reden. Ferdy van den Houten, die is dus ingelopen. Ook Ludo de Keulenaar met het nummer 22. Dan krijgen we daar Jean-Luc van den Broeke en aan de leiding misschien wel de voornaamste zegenkandidaat voor vandaag, Sean Kelly. En nu Johan Lammers nog weer. Helemaal links. En nu moeten ze uitkijken. Misschien wacht Kelly even en springt hij dan in zijn eentje naartoe. Maar heeft Lammers genoeg in huis om dit tot een goed einde te brengen? En de Keulenaar moet al reageren, want er zijn renners die een tegenactie hebben opgezet. Keulenaar nu in dienst van zijn ploegmaat Johan Lammers. Het zou natuurlijk een sterk staaltje zijn als Peter Post hier met een van zijn renners uit de tweede rij, met een van de helpers uit de ploeg, toch de overwinning zou kunnen binnenhalen. De overwinning is
voor Johan Lammers, jonge Nederlander, 23, uit de ploeg van Peter Post. Opnieuw een succes dus voor dit team. En gelukkig is hij winnaar dus, Johan Lammers. Een goede middag, dames en heren, vanuit de 69ste ronde van Vlaanderen. Die vandaag vanwege de erbarmelijke weersomstandigheden bijna een heroïsche dimensie krijgt. Ware slagregens hebben het peloton vooral op de kasseien uiteengeslagen. Van de 173 deelnemers blijven er momenteel na 200 kilometer slechts 30 à 35 over vooraan. En zij melden zich nu op de Koppenberg, op slechts 70 kilometer van de aankomst. Het merendeel van de 12 hellingen zijn trouwens, in tegenstelling met vroeger, geconcentreerd in de finale. En dat kan misschien bepalend worden voor het wedstrijdverloop. Een nieuwsoortig parcours, waardoor wij ook rechtstreeks in de ether zullen kunnen blijven de hele namiddag door over die laatste 70 kilometer. En Phil Anderson en Eddie Plankaert uit de ploeg van Peter Post hebben daar de leiding genomen. Een andere renner komt nu naar voren, links op uw scherm. In botsing er ben aangekomen met een fotograaf. Verderop volgen dus nog altijd Plankaert en Anderson, met Kelly ook. En Greg LeMond daar in het wiel van Phil Anderson. Eén man aan de leiding hier op die beruchte Koppenberg. En er is een kloof geslagen. Eddie Plankaert heeft zich ook afgezonderd in tweede positie. Dan komt Anderson, LeMond die daar in de berm terechtkomt. Van der Poel hier, Kelly die daar ook stilvalt. Jeff Leekens zet voet aan de grond. Moeter is hem gepasseerd. LeMond te voet naar boven. Marc Sergeant wordt voortgeduwd door een toeschouwer. Hier is Walter Plankaert. Henny Kuiper daar, de winnaar van Milaan Sanremo. Fiets op de schouders. Vecht er nog een robbertje uit met een toeschouwer. Rudy Rogiers komt er ook aan met Jean-Marie Wampers, Paul Hagedoorn, Etienne de Beulen, Colijn en Erik van der Aarde. Daar net even te zien, daar is hij met de Belgische kampioenentrui. Erik van der Aarde, zwart-geel, blijft op de fiets, maar alle anderen te voet naar boven klauteren. Opspattend slijk hier onder de wielen van de motoren en de fietsen. De hele dag heeft het al geregend. Slopen de wedstrijd hier onder van Vlaanderen. En daar komt de man in het decor terecht. Een renner van de ploeg. Thorhout Werchter. Dat is de herhaling. Komt er in de vrije natuur terecht. Alsmaar Henny Kuiper. IJzeren conditie moet hij hebben om dat allemaal te doen. En Anderson en Van der Poel blijven hangen, worden gegrepen. Demarrage van der Aarden in de achtervolging. Kelly blijft zitten, Anderson kijkt uiteraard om. Liekes heeft er net een inspanning gedaan. Verhoeven blijft zitten, der Aarden weg. Verhoeven reageert nu toch en Phil Anderson countert hem al meteen. En meteen heeft hij een kloof geslagen. Rudy Rogiers nu recht op de trappers. Maar Anderson als perfecte waakhond mee. En bij het binnenrijden van Pariker nog steeds 25 seconden achterstand voor Erik van der Aarde. En daarachter Rudy Rogiers en Phil Anderson nog verder op het groepje. Misschien gaat Erik van der Aarde wel even wachten op Phil Anderson. Schitterende ronde van Vlaanderen vol peripetieën. Nog altijd Rogiers met Anderson, maar Leekens brengt de achtervolgers dichterbij. En Anderson springt nu van Rogiers weg. Rogiers richt zich op. Anderson heeft dat perfect gezien. En die gaat nu proberen in één tijd door te malen tot bij zijn kopman van der Aarde. Indrukwekkende Phil Anderson. Ja, van der Aarde heeft het begrepen. En nu met z'n tweeën achter Kuiper aan. Henny Kuiper drinkt niet te fel meer aan, nee. Tast even in de achterzak
en heeft gezien dat de twee anderen op komst zijn. Ze komen dus samen. Van der Aarde trekt zijn regenjas uit. Maar ze blijven goed samen. Kuiper die het tempo aangeeft. En de anderen die hem doodgemoedereerd volgen. En daar is Erik van der Aarde, de Belgische kampioen, op kop op de muur van Gerardsberg. Met kleine voorsprong op Phil Anderson en Henny Kuiper. 9 seconden konden we daarnet aflezen van het scherm. En hij gaat door. Hij is nog niet boven. Straks moeten ze nog een haakse bocht naar rechts nemen. Kuiper is Anderson voorbij gegaan. De fotografen doen ook een beklimming van de muur. Daar is hij, Erik van der Aarden. En de chronometer loopt. Aerodynamische positie hier in de afdaling. Indrukwekkend. Erik van der Aarden. 7 wedstrijden heeft hij al gewonnen dit jaar, maar dit zal uiteraard de mooiste zijn. De voorsprong van Erik van der Aarde is nog groter geworden, 3/4 minuut. Dus Erik van der Aarde op 1 km of 6 van de aankomst, na een schitterende ronde van Vlaanderen, van alle renners eigenlijk, maar uiteraard van Erik van der Aarde, rijdt hij dus nu op zo'n 1 km of 6 van de aankomst in Meerbeke met een voorsprong van 45 seconden. Laatste rechte lijn, nog 700 meter is Erik van der Aarden verwijderd van de overwinning. En dat is dan de eerste klassieker buitencategorie die op zijn palmarès komt. En hij treedt meteen in de legende van de Ronde van Vlaanderen door de manier waarop hij hier de overwinning inpalmt. Een absolute topprestatie. En van der Aarden bereikt dus als eerste de streep. Mag rustig omkijken. Eerste, Erik van der Aarden. Daar komt hij. Groet het publiek. Mooier kan het niet. Eddy Plankaert verkeert in een superdag. Hij spaart gewoontegetrouw de krachten niet. Met de Canadees Steve Bauer bestormt hij de muur. Bauer gaat er nu met forse pedaal. Slag vandoor. En Plankaert veel moeizamer. Hier zien we inderdaad duidelijk het verschil. En we begrijpen nu al beter die vrees van Walter Plankaert. Steve Bauer, duidelijk de sterkste van de twee. Eddy wat door zijn beste krachten heen. Over zijn hoogtepunt heen. Met die grote versnelling nog altijd klauterend op die muur. Dat wordt nog zwaar hier naar het einde toe. En kijk, daar is Kelly nu al met Le Monde, met Criquillon, met Flip van den Branden, met Adrie van der Poel. Segers ook hier links in beeld, Erik van der Aarden dan. Bauer wordt bijgehaald door Kelly en van den Branden en ook nog door Adrie van der Poel. Dus afwachtende houding aannemend hier voor de sprint met Sean Kelly in eerste positie voor Van der Poel. Dat zijn vermoedelijk de twee die het zullen uitvechten voor de overwinning. Van Bauer mogen we aannemen dat hij is uitgeteld. Van Branden heeft ook fel gewerkt nog in die laatste kilometers. Kelly neemt het initiatief, begint van zeer ver zoals hij dat heeft gedaan in Milaan-San Remo. Bauer, een geweldige vechter, blijft toch nog aandringen, maar het is Van der Poel, het is Van den Branden. Ze zullen nu op één lijn gaan sprinten. Bauer dringt nog aan. Van der Poel is uiteindelijk de snelste. Wij zien die sprint trouwens nog een keer. Kelly dus lange tijd op kop in die sprint. En dan zal Van der Poel toch komen. Daar gaat hij.
Kelly kan de aanval niet opvangen, wijkt uit naar links, maar Van der Poel gaat hem onweerstaanbaar voorbij. Eerste Van der Poel, tweede Kelly, derde Van den Branden, vierde Bouw. In de ronde van 87 gaat de Koppenberg kopje onder. De ontsnapte Jesper Skibu wordt brutaal aangereden door een volgwagen. De druppel die de emmer doet overlopen. De zwaar gecontesteerde bult wordt in de volgende edities geschrapt. Nog 16 kilometer te gaan. En de beste 10 blijven nog altijd samen. En nu toch een demarrage van Claude Criquillon. Claude Criquillon, maar Kelly gaat reageren. Sergeant springt ook aan de andere kant van de weg. Nu kan het steekspel beginnen, maar Piper in zijn knechtenrol. En ook Steven Rooks reageert. Criquillon weg. Sergeant erachteraan. Piper als waakhond mee. En hier is dan Steven Rooks. Maar Criquillon nog niet bijgehaald. 1 minuut en 5 seconden voorsprong voor Claude Criquillon. Claude Criquillon heeft dus gewonnen spel. Een Waal die de Ronde van Vlaanderen wint. Claude Criquillon, laatste rechte lijn, nog 600 meter op weg naar de zege. Claude Criquillon, verdient een schitterend winnaar van de 71ste Ronde van Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen, dat is bonken op ruwe kasseien, vechten tegen regen en wind, trekken en sleuren op nijdige hellingen. Dat is spektakel, drama's, vreugde, ontgoocheling en alle mogelijke tegenslagen. Dat is ook alle Vlaanderen op straat. Maar boven alles is de Ronde van Vlaanderen een lange erelijst van beroemde namen.